De haven van Vlaardingen snakt er al tientallen jaren naar. Een oplossing voor het hoge water. En die oplossing leek vorig jaar er eindelijk te zijn. Een kadermuur van minimaal 1,20 meter hoog die het hoge water buiten de deur moet houden. Dat was een schets die verder nog technisch onderzocht moet worden. Dat is nu gedaan en daar lijken wat problemen naar voren te zijn gekomen. De muur moest met palen in de grond overeind worden gehouden, maar op sommige plekken blijkt dat niet mogelijk te zijn. Volgens de gemeente is het door de aanwezigheid van oude kademuren, ankers en ankerwanden in de ondergrond niet mogelijk om dat volledig te realiseren. Dus wordt het ontwerp aangepast. In het plan staat dat er in de buitenhaven een keersluis moet komen. Dit is een grote constructie die een muur naar beneden brengt of een deurtje dicht doet die zorgt dat het hoogwater buiten de deur blijft. Ten zuiden van die keersluis zal waarschijnlijk wel gewoon de kadermuur komen die eerst de bedoeling was. Maar het is onbekend waar in de buitenhaven die keersluis zal komen. Hoogstwaarschijnlijk komt er dus wel een kadermuur aan de Maasboulevard. Liefhebbers van de oude Vlaamse haven zijn niet al te tevreden met de plannen hier in de Koningin Wilhelminahaven. Hier zo ter hoogte van de Waterleidingstraat komt er helemaal tot aan de overkant een nieuwe kade. Wat zorgt dat dit deel van het water zal verdwijnen. De haven zal echt kleiner worden. Aan deze kant van die nieuwe kade zal wel de eerder geplande kademuur komen. En in dit afgesloten gedeelte, dat biedt volgens de gemeente heel veel mogelijkheden om nieuwe dingen te realiseren. Letterlijk zegt de gemeente het volgende. Gedacht kan worden aan het realiseren van een parkeergarage met daarop het stadstrand, een buffer voor hemelwater en andere gebruiksmogelijkheden. Woensdag zal er een informatiebijeenkomst zijn waar bewoners en belanghebbenden zullen worden geïnformeerd. De ideeën die daar worden opgehaald zullen worden meegenomen in de plannen die uiteindelijk in september worden gepresenteerd. Ook de gemeenteraad zal in de tussentijd worden meegenomen. De gemeente moet de plannen nog laten doorrekenen en weet dus nog niet of deze plannen duurder zullen worden dan de eerdere schetsen. Vooralsnog is er volgens de gemeente nog geen zicht op vertraging. Het plan blijft om volgend jaar te beginnen met de realisatie van de hoogwateroplossing.